dit is dan de laatste bocht. En daar neemt Common Scott afscheid van de rest van het veld. We gaan kijken of hij dat kan volhouden. 3-4 lengte is het nu geworden. Richting laatste rechte lijn. Zaya Charisma op de tweede plaats. Daar komt Panama Diamant aan de buitenzijde. Die zet druk op de ketel bij de paarden die voor hem liggen. Maar die leider die is weggelopen. De vogel lijkt gevlogen. Command Scott met Dennis Minema. Die heeft hier het commando. En zo gaan we dan de laatste meters in met Command Scott. Die hier een kolossale voorsprong heeft opgebouwd. Command Scott en Dennis Minema. De laatste winnaars hebben we 2017. Panama Diamant tweede. Klooster de derde plaats. Bad Boy de Genu. Die pit daar nog Andreas Wageman. Stand by. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart en het is aan de binnenkant Beaugéard die een galopade maakt en daardoor gepasseerd wordt aan de binnenkant door Colonel de Larrey. Colonel de Larrey neemt de leiding als de paarden voor de eerste maal langs de finish komen. Uitgeschakeld, en 2-2 galop. Terwijl Beaugéard wordt uitgeschakeld, gaan we dan de coolboxbocht in met Colonel de Larrey. Met op de tweede plaats Command Scott. Die komt aandringen aan de buitenzijde. Aan de binnenkant daarvan volgt dan Angie Meadow. Dat zijn op dit ogenblik de drie principalen als ze de bocht uitkomen. Andreas Wageman is vierde en een gat van twee lengte dan tot Bad Boy de Genu. En die wordt uitgeschakeld, 1-1 galop. Terwijl nu ook de nummer 1, Colonel de Larrey, een galopade maakt en wordt uitgeschakeld. In midveld bevindt zich op dit ogenblik dan Udia Renja. En zo gaan de paarden dan af op de bocht. De manegebocht wordt ingedraaid en daar heeft Common Scott zich aan de kop genesteld. Heeft de lengtevoorsprong genomen op 1 G Meadow en in derde positie Andreas Wageman. Dat is de 1-2-3 op dit ogenblik met in vierde stelling een oprijdend Zahir Charisma. Daarachter volgt Udia Renja en zo komen de paarden dan de bocht door Bad Boy de Genu. Die volgt erachter en dan nog Panama Diamant. En de deelnemers komen de rechte lijn voor de tribune in. Komen ze dadelijk voor de manege en doen dat onder aanvoering van Command Scott en Dennis Minema. Command Scott is de leider als de paarden weer in de rechte lijn zijn. En voor de manege koersen. Aan de buitenzijde meldt zich Zahir Charisma. Dan volgt aan de binnenkant Angie Meadow die geflankeerd wordt door Udia Renja. Met daarachter Andreas Wageman en Bad Boy de Genu met Panama Diamant. En dat zijn op dit ogenblik de paarden die we nog in koers hebben. Als we de allerlaatste ronde vandaag ingaan. En het is aan de binnenkant Command Scott. Onder druk van Zahir Charisma. Dit is de coolboxbocht voor de laatste maal. Daarachter komt op de derde plaats aan de binnenkant Angie Meadow. En aan de buitenzijde Udia Renja. Daarachter volgt Andreas Wageman met Bad Boy de Genu en Panama Diamant. Aan de overzijde van de baan. Nog altijd die positie voor Command Scott. Maar die kan er niet echt van genieten. Want hij voelt de stolker naast zich. En dat is niemand minder dan Zahir Charisma met Elko Korrel. Daarachter op de derde plaats van Nicole Hendricks. En zij piloteert Angie Meadow. Good old Andreas Wageman. Die wordt gereden door Frans van der Blonk. En aan de buitenzijde is het Udia Renja met Eddy van der Galië. En dan aan de staart van het veld Panama Diamant met Ruud Pols. Daarachter. En die rijdt in dit gezelschap Big Boy de Genu. En dit is dan de laatste bocht. En daar neemt Common Scott afscheid van de rest van het veld. We gaan kijken of hij dat kan volhouden. 3-4 lengte is het nu geworden. Richting laatste rechte lijn. Zahir Charisma op de tweede plaats. Daar komt Panama Diamant aan de buitenzijde. Die zet druk op de ketel bij de paarden die voor hem liggen. Maar die leider die is weggelopen. De vogel lijkt gevlogen. Command Scott met Dennis Minema. Die heeft hier het commando. En zo gaan we dan de laatste meters in met Command Scott. Die hier een kolossale voorsprong heeft opgebouwd. Command Scott en Dennis Minema, de laatste winnaars hebben we 2017. Panama Diamant tweede, Klooster de derde plaats. Bad Boy de Genu, die pit daar nog Andreas Wageman van die plaats af.